Wat gaat er schuil achter die prachtige schilderijen in het museum? Nou, een duistere wereld van belangenverstrengeling, handel met voorkennis, oplichting en vervalsingen. Aldus de auteurs van dit boek, Tussen kunst en cash, NRC-journalisten Pieter van Os en Arjen Ribbens. Hartelijk welkom hier. Ja, de ontdekking, het is nog maar een paar jaar geleden, iedereen weet het, van de nieuwe Rembrandt. Door Jan Six, Amsterdamse kunsthandelaar uit een roemrucht Amsterdamse patriciërsgeslacht. Dat was ook een opening op van de voorpagina van de NRC, toch Pieter? Ja, ja, het was natuurlijk ongelooflijk mooi nieuws. En het sprak ook zoveel tot de verbeelding. Het is de bekendste kunstenaar van Nederland. Maar ook zo'n bekende naam, Jan Six, ja. Een patriciërsgeslacht. Rembrandt heeft Jan Six de eerste geportretteerd. Het is een van de mooiste portretten van Rembrandt. Dus het was allemaal eigenlijk te mooi om waar te zijn. En dat is natuurlijk later ook wel gebleken. Maar ja, toen hadden wij al heel groots uitgepakt. Dus, want daar, precies, het stond al op de voorpagina bij jullie. En toen kwam er van alles over die aankoop los. Er was een andere kunsthandelaar, Sander Bijl, die zei, ja, ik had het al eerder gezien en we zouden het samen kopen. Die hele affaire gaan we nu niet overdoen. Maar op de voorpagina van de NRC van deze zaterdag een nieuwe affaire gekoppeld aan Jan Six. Rel nummer 2. Ja, wat houdt die in? Dat er weer een kunsthandelaar zich heeft gemeld bij ons, die zegt dat Jan Six hem heeft bedrogen. Dat gaat over een schilderij van een kameel. Deze kameel. Ja. Van Jan Asselijn. Ja, Jan Asselijn is voor veel mensen bekend van het schilderij van de Zwaan in het Rijksmuseum. Oh, ja. De Stijgende Zwaan. Ja. Ja, en kijk, deze natuurlijk, dit is ook gewoon een soort persoonlijke tragedie, zou je kunnen zeggen. En een conflict tussen twee mannen. Maar voor ons was het relevant. En waarom pakken we er toch ook weer mee uit in dit boek? Omdat het iets laat zien over hoe die handel van oude meesters. Ja, maar wat is hier dan gebeurd even bij de aankoop van deze schilderij? Ik kan het in twee zinnen, volgens mij drie zinnen. Jan Six, iemand anders vindt dit schilderij, weet waar dit schilderij is. Vraagt aan Jan Six, laten we het samen kopen. En dan delen we ook de winst als we het daarna verkopen. Ja. Want het zijn kunsthandelaren. Uiteindelijk koopt Jan Six dat schilderij. Dat duurt een tijdje. Maar vertelt dat niet aan zijn partner. En zegt tegen zijn partner, jammer, we waren te laat. Iemand anders heeft het gekocht. En die iemand anders, blijkt hij dan later zelf te zijn. Later is ook weer echt een stuk later dat uitkomt voor die partner. Kortom, dat komt ook bij auto's voor. Ik bedoel, bij het verkopen van... Ja, want je kan natuurlijk ook hier zeggen van dat is een kwestie tussen twee kunsthandelaren. Ja. Die mot met elkaar hebben. Zit misschien ook wel een andere kant aan de zaak. Precies, waarom is dat nou relevant? Ja. Nou, wij vonden het een relevante zaak. Want in dat hele hoofdstuk, en dat hebben we na het vorige gepubliceerd in de krant, waardoor het nu bekend is, blijkt heel erg hoe die handel plaatsvindt. En dat heeft... Kijk, er zijn veel ongeschreven regels. Het is een man, of een vrouw, een woord. En daar is ook wel een reden voor. Omdat het in die wereld bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, heel gewoon is om afspraken te maken. Je gaat samen, dus samen iets bieden kopen. Op iets. En dan kan je zorgen dat de prijs niet te hoog wordt. Dan kan je daarna nog verkopen. En dat is een rode draad in ons boek, in zekere zin, dat omdat het over kunst gaat, wordt hier eigenlijk nooit kritisch over geschreven of nagedacht. Ja. Goed, het is natuurlijk wel een ernstige beschuldiging, opnieuw, aan het adres van Jan Six. Jullie hebben hem om wederhoor gevraagd, las ik in het boek, wilde niet reageren. Wij hebben dat gisteren uiteraard ook nog een keer gedaan, op verschillende manieren. En we hebben helaas ook geen reactie gekregen. Dat is wel jammer, want het gaat natuurlijk over iets belangrijks. Reputatie is alles, hè, in de kunstwereld. Zeker. En dat gevoel wat Jan Six moet hebben gehad toen hij een Rembrandt ontdekte, dat hebben jullie ook gehad. Want jullie waren schrijven jullie erg leuk over in het boek, een 17e eeuw schilderij op het spoor gekomen van bloemen. Ja, dat was ik. Oh, dat was jij. Ja, het hele boek is beu. Ja. Even de situatie schetsen. Jullie zitten in een kamertje bij de NRC. En jullie zijn via internet... Ik heb een klein werkkamertje van 2 vierkante meter. Precies. En dan kan je je inloggen. Niet coronaproof dus. Ja. Je zit via internet, bied je mee op een veiling van Sotheby's, was het geloof Christie's. Ik? Christie's. Maakt het uit. Prachtig, dat schilderij. Je had het idee, dit is echt serieus een... Van Tiele. Een Vlaamse meester. Niet uit de buitencategorie, maar... toch iets wat een journalist met een beetje spaargeld zich kan permitteren. Want wat dacht je dat het zou moeten gaan kosten?
Er stond in de veilingcatalogus, ik meen, iets van 10.000 tot 15.000 pond. En jullie hebben geboden, wat hebben jullie uiteindelijk betaald? Ik heb hem voor 14.000 euro kunnen aankopen. En als een kind zo blij? Als een kind zo blij. En toen kwam hij? 14 dagen enorm zitten verheugd. Nou, toen kwam die kist en die ging open. En dan heb ik nog samen met iemand van Christie's bewonderend naar staan kijken. En nou, toen zei ik gewoon echt mooie ventiel, een beetje vuil. Het moet schoongemaakt worden. En nou, dat heb ik gedaan. Mijn overbuurman was een oud restaurator van het Rijksmuseum. En die ging met zo'n watje eroverheen. En wat bleek? Als je een nieuwe vernislaag wilt aanbrengen, dan kun je met een oplosmiddel kun je de oude vernislaag weghalen. Maar als het een heel jong schilderij is, dan haal je niet alleen de vernislaag weg. Maar ook de verf. Maar ook de verf. Want die is nog niet echt keihard geworden. Dus ik kreeg echt een slecht nieuwsgesprek. En hij belde me op en hij zegt van: Arjen, ik heb slecht nieuws voor je. Want het is een prachtige oude lijst. Maar het is niet een laat 17e eeuws schilderij, maar een vroeg 21e eeuws. Prachtig. Een hedendaagse kopie, kan je ook zeggen. Vroeg 21ste eeuws, hè? Ja, vroeg 21ste eeuws. Dus daar ging 14.000 euro, maar jullie hebben het geld teruggekregen? Ja, gelukkig heb ik het niet bij een achteraf veilinghuis in Polen op de kop getikt, maar bij het meest gerenommeerde adres in de wereld, namelijk bij Christie's in Londen. En dan, als je aan kunt tonen dat het niet goed is, dan krijg je je geld terug. Ja, dat is dan weer mooi. Maar goed, waarom vraag ik het naar? Enerzijds omdat het natuurlijk een smeuïg verhaal is, maar een deuk in jullie ego, denk ik. Ik durf niet meer. Maar ook omdat het aangeeft dat vervalsingen best belangrijk zijn in die duistere kant van de kunsthandel. Hoe groot is het aandeel vervalsing? Ja, dat is fascinerend. Er is een oud museumdirecteur in Amerika, van het Metropolitan, een serieus museum, die heeft ooit eens gezegd: de helft van wat er in omloop is vals. Daar heeft hij zoveel gedonder mee gekregen dat hij zijn schatting nu bijgesteld tot 40%. 40%? Nou, dat geloof ik overigens niet zo. Maar aan de andere kant, mijn guess is as good as yours. Ik bedoel, dat weten we natuurlijk juist niet, want dat is het hele idee van vervalsingen. Dat ze doorgaan voor een ander schilderij. Dus we weten het niet zeker. Maar af en toe komen er vervalsingen. Zeker door de ontwikkeling van de technologie kunnen we bijvoorbeeld bepaalde pigmenten weten: hé, dat bestond nog niet in de tijd van de kunstenaar. En dan loopt er weer eens iemand tegen de lamp. En als een vervalser tegen de lamp loopt, dan wil hij vaak ook opscheppen. Dus dan zegt hij: oké, jullie hebben me gepakt, jammer. Ik heb er nog 300 gemaakt. En dan weten we het allemaal niet helemaal zeker. Maar van sommige mensen als Beltracci weten we dat hij heel veel mooie kunstwerk in omloop heeft gebracht. Ja, neem Mark Rothko natuurlijk. Ook een bekende moderne schilder. Relatief modern. Dit is zijn werk, zou je denken. Maar dit is niet door hem gemaakt, maar door... Ja, dat is een Chinese immigrant in Queens. Hij is nu terug in China. En ik spreek zijn naam vast verkeerd uit. Dus Xi Li, was het Li Xi? Ja. Een zeer getalenteerde Chinees. Hoewel, misschien is het ook niet heel moeilijk om... Nee, dat zegt hij zelf ook. Hij zegt zelf, maar ik weet niet wat voor vertrouwen daarom... Een oplichter die iets zegt, moet je niet te veel waarde aan hechten. Maar hij zegt zelf: ik dacht dat ik die dingen maakte voor mensen die wel wisten dat ze een in de stijl van Rothko schilderij maakten. Hij kreeg er ook maar een schamel bedrag voor. Hij kreeg $3.000 per schilderij. En vervolgens werd het doorverkocht voor... Alle schilderijen die hij gemaakt heeft, die zijn voor $80 miljoen verkocht. Er staat op Netflix, nu een mooie documentaire over deze zaak. $82 miljoen in totaal. En alle betrokkenen, dus de galeriehoudster en alle tussenpersonen, ze zijn allemaal vrijgekomen. Ja. Het is geen wonder, hè? Er gaat ieder jaar meer geld om in de kunstwereld. Verdrievoudiging in 20 jaar tijd. Aantrekkelijke belegging dus toch ook vaak in deze tijden. Ja. Lage rente. Ja, zeker. Dat is een van de redenen waarom ook mensen in die handel in de allerduurste kunst zijn gegaan. Want het is wel een bepaald type handel, hè. We hebben het niet over alle kunst. Die helemaal niet zo vreselijk veel van kunst houden, maar zien dat daar gewoon hogere rendementen te halen zijn. Ja. En die kopen dat voor hun opslagplaats in Luxemburg, Genève. En daar heb je mensen die kunst verzamelen, om die reden, of omdat ze van kunst houden, of allebei. En je hebt ook mensen die ontzamelen. Ja. Dat woord gebruiken jullie althans in het boek. Ik weet niet of jullie dat ook gemunt hebben, dat begrip. Bekend voorbeeld is natuurlijk Christina, die tekening van Rubens wilde veilen. Daar hebben we het zo meteen over. Maar wat ik heel mooi vond, was ook dat schilderij wat voorkomt in jullie boek van Raden Sadeh. Dat is een 19e eeuwse Javaanse schilder. Ja, het komt hier zo meteen groot in beeld. Het is een heel woest schilderij, als het ware. Dit is nog die Rubens. Hè? Ja, dat is nog Christina. En maar dan nu even die Raden Saleh. 13 vierkante meter tijgers. Ja, precies. En het wordt ook wel de nachtwacht genoemd van Raden Saleh. Hè? Van die Javaanse schilder, 19e eeuw. En
dit is hem. Woest schilderij. En dat stond op zolder, op een koninklijke zolder, opgerold en dubbelgevouwen. Ja, er is een Franse onderzoekster die in Nederland woont, die ging op zoek naar dit schilderij. En dit schilderij bestond al 100 jaar niet meer. En die mevrouw ging zoeken. En na heel veel telefoontjes en langs speurwerk werd dat schilderij teruggevonden. Opgerold, dubbelgevouwen, met een kist erop in een depot in Rijswijk. Kist erop. Ja. Ja, en onder de vliegen en de muizenpoep. Dat schilderij, maar het was terug. En het was in een deplorabele staat. Het is vervolgens, het was dus een toevoeging aan de nalatenschap van Juliana. De vier dochters die het dus geërfd hebben, die hebben het aan de kinderen doorgegeven. De 15 kleinkinderen. Die hebben het laten restaureren. Ja. En vervolgens zijn wij er als krant achtergekomen dat dit doek stilletjes verkocht is aan een museum in Singapore. En daar hangt het nu als het grote pronkstuk, een nieuw museum in Singapore. Dus dit schilderij werd helemaal opgeknapt. Het ging naar de kleinkinderen van Juliana, ja. De 15. En die kleinkinderen wilden het niet aan de muur hangen. Nee. Die dachten, we gaan dat verkopen. Dat is 1,4 miljoen opgebracht. Dat moet ook kunnen, toch? Of is dat al discutabel? Ja, dat is discutabel. Deze Javaanse schilder kwam als jongeling naar Nederland, kreeg van Willem I, de koning, een staatspensioen voor het leven. Dat heeft hij, geloof ik, een halve eeuw heeft hij dat gehad. Dat was een bovenmodaal salaris. En in ruil daarvoor, uit dankbaarheid, schonk hij Willem I en later Willem II en Willem III, schonk hij in totaal 15 schilderijen. En dit was het laatste schilderij dat er van over was. Het pronkstuk. Dus dit was een soort, ja, het was bezit van de koninklijke familie, dat wel, maar in ruil voor een staatstoelage. Ja, nou kun je natuurlijk de mores van nu kun je niet op de 19e eeuw van toepassing verklaren. Maar wat is er gebeurd? Ze hebben het, zeggen ze, hè, later heeft de premier dat in de Kamer uitgelegd. Want er zijn over al die kunsttransacties met Oranje zijn wel 100 Kamervragen gesteld. En de premier heeft toen uitgelegd dat het Koninklijk Huisarchief de eigendomskwestie heeft onderzocht. Maar ja, dat is alsof de slager zijn eigen vlees keurt. Want nog eventjes, het schilderij, Pieter, is dus niet bij het Rijksmuseum aangeboden, begrijp ik? Nee. Het is ook niet naar Indonesië gegaan, waar natuurlijk de schilder oorspronkelijk vandaan komt. Ja. Maar het is in Singapore terechtgekomen. Wat is daar niet goed aan? Nou ja, er is nu net een rapport over verschenen. Hè, over het. We vinden het vaak vervelend gewoon als gemeenschap Nederland dat veel kunst uit particulier bezit, dus het is niet van ons, het particulier bezit, toch naar het buitenland vertrekt, omdat de eigenaar de hoogste prijzen voor wil hebben. Dat mag natuurlijk, maar er zijn wel manieren te bedenken om eerst nog bijvoorbeeld Nederlandse overheid de kans te geven om er ook op te bieden. Hè, en dat is niet gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd, nee. Dat is en heeft dat te maken met de prijs? Nee, dat zou je aan de familie zelf moeten vragen. Ja, de familie Oranje, waarom hebben ze het niet aan? Jullie publiceren erover. Het Tropenmuseum, die vragen we gesteld, maar daar krijg ik geen antwoord op. Het Tropenmuseum en bijvoorbeeld het Rijksmuseum, daar zou dit schilderij niet hebben bestaan. Maar die hebben niet de kans gekregen om dit schilderij aan te kopen. We zijn nu eigenlijk te zeggen, het is echt het topstuk van het museum in Singapore. Er is net een historicus, Bossenbroek, die is er geweest. Een Nederlander die echt veel van Indonesië weet. Prachtig boek geschreven. En die is volgens mij sindsdien republikein. Oké, okay, topstuk in Singapore. Maar wat is er dan de essentiële vraag die jullie daarbij stellen? Waarom is het daar? En waarom hebben we het niet hier? In het kader van cultureel erfgoed? Ja, het kader van erfgoed. En dus inderdaad, de koninklijke familie, is het nou echt wel helemaal van hen? En oké, dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, waarom zouden ze het verkopen aan de hoogste bieder aan de andere kant van de wereld? Okay. Ze zijn toch ook een beetje van ons? Hè? Die ophef doet denken aan die tekening van Rubens, die we net ook al even in beeld hadden, die Christina destijds wilde verkopen. Geldt daar ook zoiets van, wacht even, dit gaat weg uit Nederland en dit moet misschien geveild worden? Opeens dook het op in een veilingcatalogus. En werd duidelijk dat het van een Nederlandse prinses, er stond geen naam bij genoemd, afkomstig was. En nou ja, wij met dat rondbellen achterhaalden we snel dat lange tijd bij Christina in huis heeft gehangen. En toen was het land even te klein, want er waren allerlei museumdirecteuren die zeiden, goh, waarom is dat niet aan ons aangeboden? Het is echt nationaal erfgoed.
En dat is niet gebeurd. Voor de veiling, hè? Dus ze hadden nog wel kans om het terug te trekken. Zeggen, oké, als je het zo vervelend vindt. En dan heeft dus de verantwoordelijk minister, in dit geval mevrouw van Engelshoven, heeft de kans om dit alsnog tot nationaal erfgoed te verklaren. Dat kan met een spoedprocedure. Daar heeft ze geen gebruik van gemaakt. Maar tegelijkertijd is er een actie op touw gezet om die Rubens-tekening alsnog voor het land, voor Nederland, aan te kopen. En toen heeft diezelfde mevrouw van Engelshoven heeft een paar miljoen uit het Nationaal Aankoopfonds beschikbaar gesteld. En later heeft het ook die affaire van de Rubens geleid, hè, beschrijven jullie ook in het boek, tot een gedragscode, hoe je met dat cultureel erfgoed moet omgaan. Het heeft geleid tot een commissie onder leiding van Alexander Pechtold, om de regering te adviseren hoe je nationaal erfgoed in particulier bezit beter kunt beschermen. Want dat is een lastige kwestie. En ook een hele interessante kwestie. Zoals er veel staan in dit boek. Ook zeer duistere zaken. Interessant. Kunnen jullie nog wel in een museum naar een schilderij kijken zonder te denken van wie heeft dit achterover gedrukt? Ja, nou, het is. Ik denk het wel. Sommige mensen zien het als een verarming. Als je ook gaat afvragen wat zijn nou de belangen hierachter, hè, dan kan je er niet meer helemaal van genieten op de manier of je daarvoor van genoot. Maar tegelijkertijd maken we ook wel echt een pleidooi dat in ieder geval sommige journalisten ook naar die kwesties kijken. En daar zijn jullie er dan twee van. Heel hartelijk dank, Pieter van Os en Arjen Ribbens. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.